Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een bedrag van $30 miljoen vrijgemaakt om 6 waterschappen over het gehele land te rehabiliteren. Dit maakte minister Likram Soerjan gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée bekend. De middelen zijn gefinancierd door de International Development Bank, IDB. De rehabilitatie van de waterschappen moet ertoe leiden dat er meer rust komt in de agrarische sector, zei minister Soerjan. Ook is er een project dat in voorbereiding is en binnenkort gefinaliseerd zal worden, de voorbereidingen. Het aanschaffen van 19 pompen om op 10 verschillende locaties in de kustvlakte, Nikeri, Saramaka, Kommewijnen, op 10 verschillende locaties die pompen te installeren met de bedoeling agrarische gebieden, maar daarmee ook woongebieden tijdig te kunnen het water te kunnen pompen, wegpompen waar nodig. Het pompgemaal, de 10 locaties, 19 pompen, dus 10 pompgemalen zullen worden neergezet. Minister Likram Soerjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de openbare vergadering over de nadere wijziging verdovende middelen.